Oké, ik vroeg dus een paar video's geleden of jullie willen dat ik alle bomen in mijn basis weg zou halen. En jullie reacties daarop? Ja, die waren duidelijk. Dus vandaag begin ik mijn Content Veen aflevering met een prachtige timelapse over hoe moeder natuur compleet wordt verwoest. Bij 4000 likes op deze video laat ik één van jullie een huisje bouwen in mijn stad. En dan nu, veel kijkplezier. Het was daar toch weer een prachtige timelapse. Jongens, dames, heren. Appels en abrikozen of zo, geen idee. René loopt daar lekker achter mij te lopen. Ik weet niet wat ze aan het doen is. En wij staan hier in één keer in een heel kaal gebied. Want zoals jullie gezien hebben, heb ik alle bomen weggehaald. En heb ik hier zelfs een stukje natuur aangepast. René is zijn huisje aan het bouwen daar. Die heeft samen met Floor een beetje het gebied plat gewalst. En ik heb hier wat water geplaatst met een mooi bruggetje en een pad. En voor de rest, het is zo wennen. Dat al die bomen weg zijn. Het slaat helemaal nergens op met hoeveel ruimte ik nog heb. Het is veel meer dan dat ik dacht dat ik had. En ik kan eindelijk een beetje zien hoe het landschap er gewoon uitziet. Ik kon letterlijk nooit zien hoe dat eruit zag. Maar wat leuk dat jullie eigenlijk bij deze video zijn. Maar goed, de planning voor vandaag, jongens. Ik had natuurlijk alle bomen weggehaald en toen zag ik dit hier. Ik denk, dit is leuk, maar... Hallo, blaadjes. Wat mist er nou? En dat is dit. Maar dan gespiegeld aan de andere kant. Ik kwam even niet aan mijn woorden. Dit wil ik gespiegeld hebben aan de andere kant, jongens. Dat ik dan twee van die standbeelden heb en dat het pad daar recht is door het midden. Dat gaat leuk zijn. Ik durf te wedden dat het echt heel leuk gaat zijn. Dus die moeten we even spiegelen. Maar voordat ik dat ga doen, laat even in de reacties weten, jongens, wat jullie mooier vonden. Met bomen of zonder bomen? Zelf vond ik het natuurlijk veel mooier met al die bomen. Maar het ding nou is dat ik het nu kan op gaan vullen. En dan uiteindelijk op de lange termijn gaan al die bomen zonder bomen gaan veel mooier zijn. Want dan ga je overal gebouwen hebben. Overal leuke dingetjes. Dus ik denk dat ik de goede keuze heb gemaakt. En dan is het nu tijd om deze even te gaan spiegelen. Dit prachtige standbeeldje hier. En zo was ik begonnen aan mijn prachtige standbeeldje, jongens. Ik vind het een erg leuk project om te doen. Zeker omdat ik het gewoon nog een keer mag bouwen. Maar dat kan spiegelen. Toen ik de berg had weggehaald, wat blaadjes had geplaatst en de vloer erin had opgevuld, dacht ik, weet je, het is even tijd om te gaan slapen. Nadat ik ging slapen, kwam ik erachter dat alles één blokje te ver naar rechts stond. Oftewel, ik moest het allemaal weer verplaatsen. Nadat ik dat had gedaan, kwam Floor me even troosten door een trident te geven. Jongens, ik denk dat ze me leuk vindt. Waarom zou ze dat anders aan me geven? Vervolgens ging ik de trap helemaal leuk opvullen, zodat die lekker breed was. En dat het gewoon goed oogde en goed eruit zag. Toen ik daarmee klaar was, dacht ik, oké, nu is het tijd om dat mooie standbeeldje van mij eens te maken. Maar dan gespiegeld, toen ik bezig was met het maken van mijn standbeeld, hoorde ik een paar rare trompetten en ik dacht, nee. We worden aangevallen. Het is een raid. Oh nee. Jongens, er is een raid gaande. Ineens. In het dorp. We worden aangevallen. We worden aangevallen. Wat is er gebeurd? Waarom komt er een raid? Oh my, deze spannen daar. We moeten beren te beren die dan beschermen. Nee. Waarom is er een raid hier? Floor, wat heb je gedaan? Wie heeft het gedaan? René en Floor. Bescherm het dorp. Ik was het niet, zegt Floor. Ja, maar kill hem. Hij staat daarboven. Schiet hem dood. Nou, René, schiet hem dood.
Hoppa! Oh nee, er komt er waarschijnlijk... Ja, er komt er veel meer aan. Oh nee. Zolang Berend en Berendina en Willy de wilde villager maar niet aangevallen worden, vind ik het prima. Dan kunnen we de stadsmuur eindelijk een keertje testen. Volgens mij spannen ze daar ergens. Nee! Ze gaan naar Willy! Nee! Ga weg! Laat de villagers met rust! Nee! Oh! Blijf met de villagers uit de buurt! Oh mijn god, er blijft bij mij uit de buurt. Nee, dat meen je. Waar is mijn vuurwerk? Vartje! Oh my days. Zeg maar niet dat ze Willy dood hebben gemaakt. Nee, Willy staat hier. Oké, Willy staat hier. Die moeten we beschermen. Oh, maar deze, wat zijn die dingen sterk? Ze spannen bij de kerk. Dat is goed. Waarom worden we aangevallen? Ik was net bezig met mijn prachtige bult. Oh mijn god, zo'n mega beestband. Pak ze, jongens. Pak ze. Oké, ik kan dit. Oké, die is dood. Toen. Nee! René heeft me gesnijpt. Oh mijn god, en de span hier op het spaneiland. Nee, René. Waarom snijp je? Waarom kill je me nou? Oh, nu wordt het zo'n lange rit naar huis. Oh, pak please mijn spullen. Ik ben op spaneiland. Oh, nou daar gaan we. Oké, we zijn bijna bij ons vlot. En vanaf daar kunnen wij rustig doorgaan naar huis. Dan ben ik blij dat we een pad hebben vanaf daar. Oh, dat scheelt een heleboel natuurlijk. Maar waarom gaan we nou weer dood tijdens het bouwen van ons prachtige dingetje? Inmiddels bovenaan gekomen bij Kingdom Couch. En vanaf daar hebben wij ons prachtige pad. Maar ja, het duurt best wel lang. Nou, we zijn terug hoor. Wat hoor ik allemaal? Tonk, tonk. Oh mijn god, de reet is nog steeds gaande. Dat meen je. En loopt ook een heks. Ze zijn bij Willy bezig. Jongens, red Willy. Ze hebben mijn spullen denk ik hierin gedaan. Ja, dat is deels. Waar is de rest? Of is dit alles? Ja, het zal wel. Leeft Willy nog? Oh, Willy, het gaat nog goed met je. Niks aan de hand. Top. Hoe is het met Berend en Berendina? Oh, er komt nog een reet aan. Berend en Berendina, geen zorgen. Blijf veilig boven. Kom. Ga naar jullie bed. Ga veilig naar jullie bed, alsjeblieft. Klim omhoog. Oh mijn god, daar loopt hij. Oh nee. Ze hebben Willy ingebouwd. Goed zo, jongens. Alles ter bescherming voor Willy. Oh nee, ze gaan naar... Nee. Ik zag ze richting Berend gaan. Oh, die dingen zijn gespannen. Sterf. Oh, ja. We hebben Totem of Undying erbij. Oh, we hebben een achievement. Wat gebeurt er allemaal? Oh, wat gebeurt er allemaal? Oh, my deze René. Wat heb je gedaan? Wat een chaos heb je gecreëerd juist vandaag. Even checken bij alles of iedereen nog leeft, hoor. Jongens, niks aan de hand. We leven nog. Niks aan de hand. Berend en Berendina. Oh, jullie leven nog. Willy, hoe is het met jou? Willy, waar is Willy? Oh, hier is Willy. Willy is verplaatst. Oh, Willy is er. Oh, oké. Laten we gewoon weer verder gaan met het kasteeltje of met dit hier waar we gebleven waren. Oké, dat was een beetje een chaotische bult. Maar hij is zo goed als af, jongens. Het ziet er hartstikke leuk uit. Die kisten daar, zo moet je even niet op letten. Want hier zit allemaal hout in en hier zit allemaal hout in. Dat is alles wat ik heb gekregen van alle bomen die weg zijn gehaald. Verder zit hier boven allemaal troep die daarbij is komen kijken wat ik gekregen heb. En hier wat shulkerboxes die ik vast wel weg zal halen. Zo, hoppakee. Laten we die dan even in de kisten duwen. Binnen. En dan gaan we iets leuks doen, jongens. Want Floor en René hebben mijn hulp nodig voor iets. Dan leg ik ook even mijn Totem of Undying, zadel en emeralds hier even snel in. Dan doen we de Omnius Banner doen we op ons hoofd. Zien we er ineens wel heel leuk uit. En dan hebben zij nodig van mij een Wither School. Oh nee, niet. Dat hebben ze niet meer nodig. Ze hebben me eigenlijk gewoon... Ze hadden me nodig voor iets. Inmiddels niet meer, maar nu blijf ik gewoon om te helpen. We gaan namelijk de Wither verslaan, want we hebben hier een beaker staan en ik weet nou niet of die van ons is, of dat die van Maurits is, maar Floor en René willen een eigen beacon hebben. Dus daar ga ik even bij helpen. Ik ben mijn chestplate kwijt. Oh, die heb ik. Die heb ik, Floor. Geen zorgen. Hallo. Hallo. Oh, daar. Toch je. Ben je ready? Ja. Ja, wat had jij gedaan? Ik heb me en vermoord. Je hebt me echt het dorp ingeleid. De villagers die liepen echt gevaar. Ik dacht dat ze dood gingen. Sorry. We hebben echt ons best gedaan om Billy te beschermen. Ja, daarna ben ik het. Twee keer dood gegaan. Ik was zo... Kijk, dat ik dood ging, boeide me uiteindelijk niet zoveel. Maar ik was zo bang dat Willy of Berend of Berendina dood zou gaan, hè? Ja, ik ook. Ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar het was één. Ja, we gaan de Wither verslaan. Oh, ja, maar we gaan dat beneden doen of zo hier. Ah, oké, wacht op Floor. Ja, Floor is al beneden. Die wacht daar op ons. Ah, Floor is al beneden. Ja. Hoppakee. Oh nee. Heb jij mijn chestplate mee? Ja, oh, sorry. Ja, hier, kijk, chestplate. Ik weet niet hoe ik eraan kom, maar ik heb hem.
Nee, ik gooide al jouw spullen in de kist en zat per ongeluk eigen chestplate erbij. Nou, waar wil je verslaan? We hebben al dingen gemaakt. Ja, en de chestman, daar zit ook het hoofd in. Ja, niet mee. Je hebt al een plekje gemaakt. Gaan we naar beneden hier? Oh, ik heb geen toorts. Heeft iemand één toorts voor me? Eentje bij me helaas. Eentje maar. Ja, top. Kan ik die even op boven doen? Dan zie ik tenminste nog iets. Hij gaat ontploffen. Doet dat damage of... Ja, dat doet damage. Oh, het valt hem heel veel. Huh? Waar is hij dan hier? Pak hem erin! Oh. Ik ga een route er naartoe maken. Oh, die zijn al aan het killen. Ik help! Oh. Oh mijn god, wat is dit ding luid, hé? Oh, mijn ding, wat is die luid? Nee! Oh mijn god, de spullen zijn opgeblazen! Je spullen zijn opgeblazen! Jawel! Of niet? Nee? Oh, ik schrok al. Nee! Zijn je spullen opgeblazen, René? Oh. Nee, ik heb ze niet. Ik heb ook niks, denk ik. Jawel, ik heb ze! Flo heeft ze! René! Hoe ben ik dood gegaan? Geen zorgen. Ik ben goed. Jongens, red het bed! Ik heb hem! Ja. Hij is dood. Hebben we eentje? Yes, hij is van mij. Dankjewel, was gezellig. Joe, nou dat was ook weer makkelijk. Zo kan je ook makkelijk een ster krijgen. Een beetje mee profiteren van Flora, René. En volgens eindig je met je eigen Netherstar. Ik ben wel dood gegaan. René is ook dood gegaan. Ik was even bang dat ze de spullen kwijtraakte, maar niks aan de hand. Zo, dan gaan we weer langzaam omhoog. Nou, en dan kunnen we een eigen beacon maken. Nee jongens, dat ga ik niet doen. Dit is de beacon van René en Floor. Ik heb hem alleen gekild. Ik ben gewoon hun held. En dan geef ik ook nog eens uit liefdadigheid hun Netherstar. Of ik ga hem nu aan hun verkopen. Dat ze de diamonds voor moeten gaan betalen. Voor 10 diamonds mag je hem hebben. Ik wil hem alleen even vasthouden. 10 diamonds. Even vasthouden. Ik geloof je niet, maar oké. Nee! Het is geliefd. Waar is Floor? Oh hier. Ik ben je trident kwijt. Nee, die zit in de kist. Nee, die had ik gepakt. Toen had ik hem gevuurd. Toen was ik hem vergeten op te pakken. Nu zie je die spant. Jij bent echt iets. Dat meen je niet. Maar dat heb ik wel. Ook een keer. Hij is ik heb, spot, het is bij jou. Ik heb hem echt al maanden gewoon bewaard. Niks mee gebeurd. Ja. Ik geef hem jou echt nog niet 5 minuten. En je raakt hem alweer kwijt. Die ster moeten we maar niet aan Max geven. Want dit gaat helemaal niet. Ik wil zeggen, dan raak je hem ook kwijt. Voor als jou vroeg inderdaad, Max, hoe kwam jij ineens aan een trident? Nou, jongens, dat kan ik jullie eens even haarfijn uitleggen. Floor die kwam naar mij toe terwijl ik hiermee bezig was met deze build. En die gaf ineens een trident aan mij. Die was van, hé Max. Hier is een trident voor je. Dus ik hartstikke blij. En ik gooi er net mee. En nu is hij gedespawned. Want een trident despawned gewoon na een tijdje als je hem niet gebruikt. Dus ja, we zijn de trident die ik van Floor heb gekregen. Die zijn we alweer kwijt. We hadden echt voor heel eventjes een trident. Maar ja, we hebben er weer even verslagen. Hartstikke leuk. Goed gedaan, hè jongens. Goed gedaan, hè. Ah, was heel goed gedaan van ons. Yeah. Oh ja, trouwens. Ik ben hier natuurlijk bezig mee geweest. Alleen de omgeving erachter die is natuurlijk helemaal verpest nu. Dat ziet er niet mooi uit. Maar geen zorgen. Dat gaan we nog fixen. Ik weet het. Het ziet er niet uit. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, jongens. Ik heb aan jullie gevraagd. Jongens, wat is nou mooier? Ovaal of rond? En merendeels heeft toch rond gezegd. Oftewel, ik moet dit ovale dingetje weer weghalen. En het is toch tijd om een ronde te plaatsen. En ik ben wel blij dat ik het gevraagd heb, want ik twijfelde zelf heel erg. En het feit dat merendeels van jullie toch heeft gezegd, Max, maak een ronde arena en niet een ovale arena. Daar ben ik wel blij mee. Dat is toch de doorslaggevende, ja, weet ik van wat geweest. Doorslaggevende spijker. Dat is geen goede benaming, maar we noemen het de doorslaggevende spijker. Oké, dat is gedaan. Laten we hem dan nu een ronde maken. En ik denk dat ik dat het best kan doen door hier vandaan een midden te pakken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo. En dan vanaf hier 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoppakee, zo. En dan 1, 2, 3, 4, 5. Heb ik het zo gedaan? Ja, hè? Oké, laten we even kijken hoe groot dit rondje wordt. Ik denk dat ik hem namelijk te groot maak. Ja, ik maak hem te groot, zie ik nu al. Oké, hij moet iets klein. Kijk, dit kan nog wel, wat ik nu aan het doen ben. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 en dan hier weer 5. Alleen denk ik dat hij in dat opzicht, kijk, daarheen wel... Oeh, dit gaat wel echt een mega cirkel worden, denk ik, jongens. En het gaat ook niet echt een cirkel worden, maar het hoeft ook geen perfecte cirkel te zijn, daar niet van. Maar ik denk dat ik hem wel echt groter aan het maken ben dan en dat het weer te ambitieus gaat worden voor me. Ik denk eens dat dit gaat passen, eerlijk gezegd, als ik het zo doe. Ik denk dat dit te groot wordt. Ja, kijk, dit komt al helemaal over het pad heen en...
Dan zou die bocht hier al niet meer kloppen. En jezus. Waarom wil ik hem gelijk zo groot maken? Wat ben ik ook weer bezig, hé? Dit is denk ik de perfecte cirkel die ik nu heb, jongens. Het is na perfecte cirkel de perfecte vorm. Het is niet een mooi rondje. Moet ik eerlijk zeggen, laten we van boven kijken. Maar het is wel een mooie vorm voor een arena. Kijk, als je het zo ziet, zie je. Ja, ik denk dat dit veel beter is. En groter kon hij gewoon bijna echt niet. Want dan zou je een probleem krijgen met omgeving en weet ik wat allemaal. En ik denk dat ik van dit toch wel een leuke arena kan maken. Ik denk dat deze vorm net wat leuker is. Het enige is dat hij dan wel iets meer hier komt. Maar dat is denk ik niet zo erg. Hè? Zeker niet als ik dan de natuur zo een beetje eronder goed laat lopen. Of ik doe dat met muur of weet ik wat. Dat verzinnen tegen die tijd wel eerst moet de dingen er zelf staan. Ik denk dat ik hier tevreden mee ben. Dan kan je er ook nog omheen lopen. Heb je nog misschien wat bouwruimte eromheen qua een pad of sier of weet ik wat, meerdere ingangen. Hij hoeft niet al te groot te zijn. Heb je een tribunetje en heb je een klein cirkeltje in het midden waar mensen lekker kunnen vechten tegen elkaar. Hoeft niet al te groot te zijn. Maar laten we het even opvullen. Alleen ik heb geen dirt bij me. Dat is ook niet handig. Gelukkig heb ik echt ontzettend veel dirt overal in kisten liggen, jongens. Inmiddels door dit hele gebiedje zo aan te passen en weet ik wat, heb ik hout en dirt in overvloed. Het enige wat ik wederom gewoon bijna niet heb is steen. Ik kom altijd steen tekort. Ik weet niet wat het is. Nou, ik weet wel wat het is. Het is het feit dat alles hier van steen gebouwd is natuurlijk. Maar het is gewoon erg vervelend dat ik altijd steen tekort kom. En in ander verdrietig nieuws vandaag. Bob is weg. Bob 2.0 is gone. Verdwenen. Gestolen. Gedespand. Zeg het maar. Hij is weg. Voor allemaal even een lieve, lieve Bob. Bob, we missen je enorm. Oké, jongens, ik ga toch nog één dingetje even kijken of ik het aan kan passen aan de vorm. En ik weet dat jullie hem rond wilden, maar als ik hem zo zie, hou ik van deze breedte. Maar ik vind hem net wat klein. Dus als ik hem toch een klein tikkie ovaal maak, misschien dat het dan toch wel net iets mooier is dan dat ik het nu vind. En dit is beter. Ja, absoluut, jongens. Dit vind ik toch beter. Het andere werd het net... Kijk, ik zei dat het niet te groot hoeft, maar het werd net te klein. Het werd gewoon echt net een tikje te klein. Vorige keer was hij te ovaal, net was hij te rond. En nu is hij echt, wat ik zeg, gewoon perfect. Zo, dan is dat ook weer gedaan. Dit moet overigens ook nog netjes gebeuren. Ik twijfel om nu al die mooie dingen hier te maken. Maar ik weet natuurlijk niet wat ik om de arena wil hebben. Misschien wil ik er wel een pad omheen hebben. Dus dan moet hij nog breder. Dus daarom laten we het voor nu nog maar even vliegen. Het ziet er een beetje gek uit, maar maak je geen zorgen, dat wordt uiteindelijk opgelost. Dat weten jullie inmiddels allemaal. Hou je smoel, ik was aan het praten. Nee, oh, grapje lief poesje. Wat zie je er mooi uit vandaag. Verder beginnen we vandaag nog niet aan de arena. Want dat wil ik ook natuurlijk met een mooie timelapse doen. En die hebben jullie al gehad vandaag. Eén timelapse verkeer, hè jongens. Niet te mal doen. En dan nu, jongens, is het eigenlijk tijd voor iets wat ik al heel lang geleden had moeten doen. Echt al heel lang geleden. En dat is namelijk iets wat minder van toepassing is nu dan dat het ooit was. Trommelgeroffel. Het is de vergaderzaal van Kingdom Content. Inmiddels kan je door het brugje hierheen kijken of door het raam. Hé, kan je naar René kijken. Hallo René, wat ben je goed bezig weer? Hé, ik kan naar de kerk kijken en zo weet ik voor wat allemaal inmiddels. Ook naar de brug hier. Maar de kamer hier is nog echt behoorlijk kaal. Dus laten wij hier even een keer een grote ronde tafel neerzetten. Wat stoelen. Misschien nog andere leuke dingen om het aan te kleden. En dan kunnen we een keer zeggen dat de vergaderzaal af is. Dan moeten we eerst even het midden van de tafel bekijken of bepalen. En dat is natuurlijk hier. Dan wil ik de tafel... Ik wil de tafel van dit blok hebben. Ik weet niet waarom. Dan oogt het gewoon even net als een soort ander soort blok natuurlijk. En dan even zo. Even kijken, hoe groot wil ik hem hebben? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Ik denk dat dit wel groot genoeg is. Want we gaan er nog een mooi stenen randje omheen gooien. Hoppakee. Nou, dat gaat er leuk uitzien zoals dit. Er moet ook nog plek voor stoelen zijn, hè jongens. Vandaar dat hij niet groter kan. Dan zetten wij wat stoelen neer. Zo. Hier een stoel. Hier een stoel. Oeh. Ik kan niet zoveel stoelen kwijt, merk ik nu al. Maar dat hoeft misschien ook niet. Misschien is het alleen maar beter dat ik niet zoveel stoelen kwijt kan. En is dat exclusiever of zo? Dat je hier mag zitten. Zo moet ik het een beetje verkopen, hè jongens. Dat het exclusief is. Er mogen alleen de wereldleiders hier zitten. Niet elke krijger van elk kingdom, nee. Alleen de echte wereldleiders mogen hier meetafelen met mij. Om te praten over de actuele zaak van Content Veen. Zo, de leuningen. En we hebben de rugleuning natuurlijk al geplaatst. Maar nu plaatsen we de armleuningen. Dan heb ik banners nodig. Oeh, dat is nog wel een dingetje. Trouwens, dat is niet waar. Ik heb hier al 4 banners. Ik had toevallig nog wol bij me. Nou, toevallig. Ik had wol meegenomen voor wat anders. Maar het komt gelijk mooi van pas. Hier hebben we nog meer banners. Hoppakee. 1, 2, 3, 4. Plaatsen we daarachter. Plaatsen we... Item frames, die had ik meegenomen. Zo, hoppakee. Zo, zo en zo. Oh, wat doe ik nou? Zo, dan daarin emerald blocks die ik bij me had. Zo, dan moeten we die even een beetje draaien. Zo, kijk. Gewoon een leuk detail als je dat doet, jongens. Zo'n emerald blokje erin. Het is best duur. Ik weet het, maar het is wel echt een top detail. Een grote aanrader. Dan red carpets natuurlijk, die de hele zaal leuk kleur geven om de tafel heen. Al heb ik daar niet genoeg van, merk ik nu. Ach, maar deze. Nou, laten we even wat nieuwe red carpets halen, hoor. Maar daarvoor hebben we natuurlijk heel veel rode bloemetjes nodig. Want we hebben red dye nodig. Anders kunnen we niet echt makkelijk rode wol maken, hè. Dus laten wij even
3 stack boommeel er doorheen jagen. Zodat wij 3 stack van die mooie rode bloemetjes hebben. Zo simpel gaat het, hè, jongens. Dan maken wij hier allemaal red dye van. Hatsenflatse, hatsenpatso. En dat gecombineerd met witte wol maakt natuurlijk rode wol, jongens. Ah, mijn vuurwerk is alweer bijna op. Oh, nee. Ik had eindelijk weer een beetje vuurwerk, jongens. Dan weet ik voor wat allemaal te doen. Ik hoop echt Nathan of zo. Maak alsjeblieft even een vuurwerkwinkel. Dat heb ik zo hard nodig. Maar goed, eerst dit hele meukzootje hier weer volmaken. We gaan er ook nog een leuk patroontje doen, hoor, jongens. Geen zorgen. Maar eerst doe het even rood, zodat we daarna daarmee aan de slag kunnen. Douwen we even rode wol op de plekken waar geen normale wol of geen carpets terecht kunnen komen. Zoals dit. Dat we een beetje de randjes ook netjes wegwerken. Doen we dat ook gewoon op random plekken natuurlijk om details toe te voegen. Wat ik zei, een soort patroontje-achtig er iets erin. We willen niet een heel saai vloerkleed hebben. Oh, mijn ex is alweer bijna stuk. Ik had de vorige aflevering helemaal heel gemaakt. Ik snap het wel, na al die bomen. Maar het is wel even een shock. Ik ben wel echt even gechoqueerd door dat ik weer even op moet letten op mijn ex. Oké, dan zie ik nu dat ik het er niet mee eens ben dat hij helemaal... Dinges is dus laten we hem eventjes zo doen, op zijn minst. En dan hier natuurlijk gewoon slabs. Die heb ik hier. Ik denk dat dat beter is. Oh, wacht even. Zo. Zo, ja, kijk, dat is beter. Dan heb je dit hoekje nog van hout en daar kunnen we dan ook weer wat leuks plaatsen. Oké, dat is ook gedaan. Dan weet ik al wat ik in de hoekjes wil, namelijk boekenkasten hier in ieder geval. En ik heb nog zoveel boekenkasten, hè, jongens, van al die mensjes die ik toen de tijd gereed had. En ik wil deze kamer wel gewoon mooi symmetrisch hebben. Ik weet niet waarom. Het is een belangrijke kamer. Dan moet hij er ook belangrijk uitzien. Dan mist hij glas, zie ik nu. Je kan je gewoon doorheen lopen, dat is niet de bedoeling. Hier wil ik een grote map hebben van Kingdom Content, jongens. Dat je hier in het midden misschien of hier mijn kasteel hebt, hier de kerk en zo. En dat ik deze hele tafel opgevuld is met een grote kaart. Maar dat ga ik niet deze aflevering doen, want dat gaat nog te veel tijd kosten. Oké, dan zie ik dat ik het toch een beetje te symmetrisch heb. Dus ik wil dit bijvoorbeeld nog hoger hebben. Dan zo en dan daar de slab op. Hoppakee. Ja, kijk, dat ziet er leuk uit. En dan in deze hoek wil ik hem gewoon helemaal tot daar hebben. Nou, zo ongeveer. Ja, dit ziet er goed uit, jongens. Dit ziet er goed uit. Hier wil ik ook nog dit hebben. En dan dit erop. Ik weet niet waarom. Een soort kastje, een hangdingetje zoals dit. Een vensterbankje. Die helemaal tot het plafond loopt natuurlijk. En erin een potje. Enig is, ik heb niet echt een potje. Maar ik weet wel toevallig dat ik laat ging ik klei smelten. En ik weet nou niet of dat al is gesmolten. Ja, natuurlijk is het al smot. Wat ben ik weer een goede YouTuber, hé? Niet te geloven. Oh, daar ging mijn laatste spel. Oh, man. Oké, de flowerpot die kan dan natuurlijk daar. Dan kunnen we nog meer flowerpots plaatsen. Oké, en dan in de flowerpot moeten ook natuurlijk nog leuke dingetjes. En ik heb alleen ook en bird saplings toevallig hier bij me. Nou, weet je wat? Dat keur ik voor nu al even goed. Sapling erin en hier... Ook zo'n sapling erin. Oké, dat ziet er al leuk uit. Ja, en ik denk dat dat het voor nu is. Want het lijkt nog misschien een beetje kaal. Maar dat komt omdat die kaart er nog niet is. Ik kan de tafel niet echt versieren. Want ja, hè, zonder kaart is de tafel ook niks. Oké, dan hier wil ik uiteindelijk een leuk natuurplekje hebben. Een soort tuintje, weet je. Een natuurlijk tuintje wat je hierboven even tot rust kan komen. Na je heftige vergaderingen met Kingdom Koud. Met die stomme Justin en Robin natuurlijk. Dikzakken dat het zijn. En dan kan je hier even tot rust komen daarna, hè. Al die onzin die ze altijd maar praten. Maar voor nu moet ik helaas deze aflevering afsluiten. Jongens, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Kijk zeker ook even deze video, want dit is ook een Content Fame video. En in deze Content Fame video heb ik ook heel veel mooie dingen gedaan. Zoals ik in elke Content Fame video probeer te doen, jongens. En dan nu spreek ik laatst een glaasje water tot 4 flesjes bier. En tot de volgende keer. Yo! Yeah!